Bram Pardijs van de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Die heeft altijd de leukste boekentips. En omdat het nou zomervakantie is, heeft ze deze keer speciaal boeken uitgezocht die voor de jongere lezers geschikt zijn. Mirjam, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hallo. Was het moeilijk kiezen? Ik vond het wel. Er staan wel een aantal goede boeken in, inderdaad. Nou, begin daar. Steek maar van wal. Ik begin met het boek Zomerburen van Rianne Robbe, Nederlandse schrijfster, jonge meid. En die vertelt het verhaal over Olivia. En Olivia, haar vriendje, die maakt het uit voordat ze begint met haar studie in Amsterdam. En daardoor begint ze ook te twijfelen of ze in Amsterdam wilt gaan studeren. En ze besluit daarom dan ook om naar haar grootouders te gaan in Drenthe. Om daar de zomervakantie door te brengen. En in Drenthe komt ze ook Ilse tegen, haar oude buurmeisje. En met Ilse durft ze haar twijfels te delen. Over haar vriendje, over de studie, over haar toekomst. En Olivia merkt daardoor dat ze steeds vrolijker wordt en zekerder. En of dat te maken heeft misschien met de lieve lach van Ilse. Dat kom je achter in het boek. Maar Rianne heeft in het onderwerp heel subtiel verwerkt in het boek. Met sterke voorbeelden van vooroordelen. En hierdoor ga je ook tijdens het lezen ook zelf vragen stellen of zet het aan je denken. Dus het is een heel mooi boek die ook daarna een indruk achterlaat met vragen. En waarvan ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Nou, het klinkt wel als moderne liefde in ieder geval. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, Zomerburen dus van Rianne Robbe. Was je tweede tip, Mirjam? Mijn tweede tip is echt een voetbalboekentip voor jongeren vanaf 13 jaar. En dat is het boek Match van Buddy Tegenbos, waarin we Jim volgen. En Jim die wordt gescout voor Jong PSV samen met zijn beste vriend Jabbar. En dit is zijn moment om door te breken als profvoetballer. Eén ding is zeker, zijn zomer kan niet meer stuk van Jim. Tot hij echt weer terugkomt van het trainingskamp en dus erachter komt dat zijn zusje Izzy slecht nieuws te vertellen heeft. En in het boek gaat het dus echt over verwachtingen. Hoe gaat het leven verder als je toch een tegenslag te maken krijgt? Hoe zet je eigen dromen op pauze? Hoe ga je daarmee verder? Ook een beetje de vraag wat echt belangrijk is in het leven? Ja, zeker. En dan vooral voor jongeren. Ja, nou, dit klinkt wel als twee boeken met een duidelijke moraal en een duidelijke boodschap. Is dat heel vaak met jongeren, boeken voor jongeren? Of kun je ook gewoon lezen omdat het leuk is en je hoeft er verder niks van op te steken? Ja, lezen omdat het leuk is. Maar ik hoop dat het wel een bepaalde indruk achterlaat op de jongeren. Ja, want dat is tegenwoordig wel een hele discussie, hè? Want jongeren zijn dan moeilijk aan het lezen te krijgen. En er zijn ook deskundigen die zeggen, ja, en als ze dan lezen, dan zijn het vaak hele verkeerde boekjes met hele verkeerde boodschappen. Ja, of heel vaak, wij noemen dat van die graphic novels, van die boeken met heel veel striptekeningen erin. Dus weinig tekst, veel plaatjes. Die zijn ook heel erg populair onder jeugd en jongeren. Ja. Ja, we hopen met dit soort boeken toch zeg maar een bepaalde interesse aan te wakkeren. Dus een bepaalde doelgroep waarvan we denken, nou bijvoorbeeld met Match van Buddy Tegenbos, dat is echt een geschikt boek voor jongeren vanaf 13 jaar, echt jongens. Want het is echt een voetbalboek met wel een achterliggende boodschap. Ja, nou dat was dus Match van Buddy Tegenbos. Zomerburen van Rianne Robbe hebben we al gehad. Dan Die Zomer met Jente. Klopt, van Anne Koens. Dat is een boek voor nog iets jongere kinderen, vanaf 9 jaar. En dat vertelt het verhaal van Marie. Zij verhuist naar een nieuwbouwwijk in de polder. Waarbij ze dus haar beste buurmeisje en bijna zus vriendinnen moet laten in de oude buurt. Maar op de eerste dag heeft ze eigenlijk al een nieuw vriendinnetje gemaakt, Jente. En daar volgt ook een hele mooie zomer, waarbij ze gaan zwemmen, logeren en opgroeien. Maar Jente, met Jente zijn de dagen vol avontuur. Maar Jente is soms ook een beetje driftig. En af en toe ook wel een beetje gemeen. En Die Zomer met Jente vertelt echt het verhaal over vriendschap. Wat is een vriend nou? Wat hoor je als vrienden te doen? En kan het ook anders? Wat is vriendschap? Wat is dat voor jou? Ja, nou, dat zijn thema's die eigenlijk denk ik volwassenen ook wel aan zullen spreken. Zeker, ja. Zo is dat. Ja. Ja, worden ze eigenlijk nog veel gelezen ook door volwassenen, dit soort boeken, Mirjam? Als je kijkt naar young adults, zoals het boek Zomerburen of Match van Buddy Tegenbos, die worden wel redelijk veel gelezen door volwassenen ook. Die Zomer van Jente is echt een jeugdboek vanaf 9 jaar. Ja. Nou, het waren weer 3 mooie tips. Zomerburen van Rianne Robbe, Match van Buddy Tegenbos en Die Zomer met Jente van Anne Koens. Mirjam, nou heel erg bedankt weer en tot de volgende keer.